Zit je voor je gevoel tegen een burn-out aan te hikken en heb je het idee dat je eigenlijk elk moment kan omvallen? Ja, dat is niet best. Daar moeten we wat aan doen, denk ik dan. En ik ga eens kijken of we in deze podcast daar misschien wat ideeën over kunnen uitwisselen. Dat ik wat tegen je kan vertellen en dat je misschien denkt, hey Timo, dat is helemaal niet zo'n slecht idee. Of daar kan ik wel wat mee. Want in mijn beleving is een burn-out iets wat je gewoon niet mee moet willen maken. En ik heb wel eens mensen om me heen gehad die een burn-out hadden of een burn-out kregen. En ja, die vertrokken eigenlijk ook met de noorderzon. Die kwamen eigenlijk ook als een andere persoon terug. En het contact was daarna ook vaak anders. En ik denk, ja, dat is niet niks. Het is geen griepje. Het is niet even van, nou, ik ben goed verkouden, ik zie je daarna wel weer. Dus een burn-out voorkomen, dat zou natuurlijk het mooiste zijn. En als je mij vraagt, ja, hoe denk je er dan over, Timo? Nou, ik denk in mijn beleving, en corrigeer me gerust natuurlijk als ik er compleet naast zit, maar in mijn beleving is een burn-out vooral het resultaat van te lang, te weinig voldoening halen uit je leven. Uit de dingen die je elke dag moet doen. Te weinig plezier, te weinig leefgenot, te weinig voldoening. En ik denk dat voldoening nog wel de meeste lading dekt als je het mij vraagt. Want een burn-out ontstaat niet op het moment dat jij leuk werk hebt, leuke vrienden hebt, een goede boterham kunt beleggen. Hè, daarmee bedoel ik dus je verdient genoeg geld om de rekeningen te betalen en misschien nog wat te sparen. En er zijn eigenlijk geen problemen in je leven. Hè? Alles gaat goed, je vrienden gaan goed, je werk gaat goed, je doet dingen die wat toevoegen aan de maatschappij of die wat toevoegen aan je leven en je bent happy. En in mijn beleving kan je dan niet in één keer 's ochtends op de bank zitten en zeggen, nou, ik heb een burn-out hoor, ik zie het allemaal niet meer zitten. Nee, je hebt een hartstikke mooi leven. En dit moet je niet verwarren met mensen die heel veel geld verdienen en daardoor dus geen burn-out kunnen krijgen. Dat is het niet, hè? Het gaat er vooral om dat je voldoening haalt. En daarom haal ik meerdere keren voldoening aan. Voldoening zit hem in het feit dat je wat toevoegt aan het leven van anderen. Dat je wat toevoegt aan de maatschappij. Dat je wat toevoegt bij mensen die dat kunnen waarderen. Want uiteindelijk zijn wij zoogdieren. Heel veel mensen vergeten dat wel eens tijdens een proces dat ze bezig zijn. Maar uiteindelijk zijn we zoogdieren. En zoogdieren, ja, die moeten zorgen. Die hebben zorg nodig, die hebben menselijk contact nodig, contact met andere levende wezens. En we willen graag zorgen. We willen graag een ander helpen. We zijn over het algemeen geen egoïsten. En natuurlijk schieten er nu waarschijnlijk mensen door je hoofd waarvan je zegt, nou Timo, ik ken wel een paar egoïsten, narcisten en mensen die altijd aan zichzelf denken. Snap ik helemaal. Alleen dat komt ook vaak weer ergens vandaan. Maar ja, dat is iets voor een andere podcast. In de basis, eventjes terug naar die burn-out, zou je dus iets moeten doen wat je voldoening geeft. Iets wat je voldoening geeft. En als jij nu het idee hebt van, wacht eens even, ik kom elke dag uitgeput thuis, of ik heb het idee dat ik overspannen raak, ik heb het idee dat ik elk moment in elkaar kan zakken en dat ik gewoon flauw val, ja, dan zou ik toch eens aan je willen vragen, wat ben je aan het doen? Waar ben je mee bezig? Leef je wel het leven wat je voor ogen had? Ben je daar wel serieus mee bezig? Ik heb 4 jonge kinderen, ik weet niet of je dat weet. En die geven natuurlijk oprecht altijd hun eerlijke verhaal en hun eerlijke mening. En die zeggen precies wat ze denken. Hè, mijn oudste dochter zegt bijvoorbeeld, ik ga nooit auto rijden, is veel te ingewikkeld. Prachtig, dat vind ik mooi. En die open en eerlijkheid, ja, die zou je eigenlijk voor altijd willen kunnen hebben. En naarmate je ouder wordt, verlies je dat een beetje. En vandaar ook mijn vraag van, joh, wat zou je willen doen? Wat zou je nou echt willen doen? Waarvan zeg je nou van, nou, als ik dat elke dag zou mogen doen, dan zou ik echt wel blij worden. Dan zou ik vrolijk worden. Daar zou ik zin in hebben. Zou ik niet eens bakken met geld moeten verdienen, maar dat zou ik wel heel erg leuk vinden. Daar moet je naar op zoek. En de eerste angst, hè, de eerste reactie die dan vaak ingrijpt is, nee, maar dat kan niet. Ik kan niet in één keer een andere baan gaan zoeken. Hoezo niet? Ja, nee, we hebben een hypotheek en we moeten genoeg geld binnenhalen en nu kunnen we het precies net betalen. Dus ik ga niet dat op het spel zitten voor. Oké. Maar je begrijpt dus, hopelijk, dat je door zulke keuzes te maken ook gevolgen krijgt. Hè? En een gevolg daarvan is bijvoorbeeld dat je overspannen raakt omdat je het werk wat je daarvoor moet doen eigenlijk helemaal niet leuk vindt. Ik vraag ook wel eens aan mensen van, joh, wat zou je nou willen doen? Idealiter, hè? Wat zou je nou het liefste willen doen? En dan zeggen ze wel eens van, nou ja, eigenlijk zou ik gewoon mijn baan willen opzeggen en voor mezelf willen beginnen. Ik zeg, oké,
En wat voor bedrijf zou je dan willen beginnen? Nou, gewoon een leuk bedrijf, een leuk winkeltje bijvoorbeeld. Of een leuk bedrijf wat ik vanuit huis zou kunnen draaien. Een soort online business. Dus oké. Ik zeg, waarom doe je dat dan niet? Ja, nee, dat kan ik allemaal niet hoor. Dat is veel te ingewikkeld. En dan moet ik mijn baan opzeggen. Of dan moet ik stoppen wat ik nu doe. En nee, dat ga ik allemaal niet doen. Oké. Dus ook daarvoor geldt weer. Je hebt liever dus de gevolgen, de stress, de frustratie, de burn-out-achtige klachten, in plaats van dat je kiest voor jezelf. Het is een kwestie van een rekensom. Hè? En heel veel mensen schieten vaak in de verdediging. Ja, Timo, je hebt makkelijk praten, maar dat kan gewoon niet. En dan denk ik, nee, je hebt jezelf al wijsgemaakt dat het niet kan. Je hebt jezelf al wijsgemaakt dat iets niet kan en daarom doe je het al niet meer. En ik denk dan, daarvoor is leven te kort. Hè? Het leven is te kort om iets met tegenzin te gaan doen. Om je hele leven eigenlijk iets met tegenzin te moeten doen. Waardoor je continu in een stand, een overlevingsstand staat, met heel veel stress en irritatie en frustratie. Dus ik zou altijd willen zeggen, ga eens kijken waar je nou mee bezig bent en waar je naartoe wilt. Zet eens een doel neer. Ik vergelijk het vaak ook met vakanties, want mensen vinden het vaak moeilijk te begrijpen als ik erover begin. En dan zeggen ze, nee, je hebt makkelijk praten en zo simpel is het niet. En je kent mij niet en je kent mijn leven niet en je weet niet wat ik allemaal heb meegemaakt. En dan blijf ik ze vaak gewoon eventjes aankijken en luisteren en knikken van ja, dat klopt. Ik ken jouw leven ook niet en je hebt waarschijnlijk heel veel meegemaakt. Maar dat wil niet zeggen dat het niet kan. Dus omdat je veel hebt meegemaakt en dus heel veel ervaring hebt en heel veel dingen weet, kun je eigenlijk voor de toekomst geen dingen meer doen. En er is voor elke reden om het wel te doen, is er altijd een reden om het niet te doen. En zolang je tegen jezelf blijft zeggen, ja, maar het kan niet om dat en het kan niet om dat en het kan niet om dat, zul je altijd weer een nieuwe reden verzinnen waarom het niet kan. Dus misschien, het is maar een idee, moet je niet je reactie formuleren met het kan niet om dat, maar misschien formuleren met het zou wel moeten lukken met, of dit gaat lukken omdat, of dit gaat een succes worden omdat, of als dit lukt dan krijg ik X, of dan heb ik dat, of dan behaal ik zo. Weet je, bedenk redenen waarom het wel zou lukken. Want die burn-out, hè, heel flauw, ik haal hem weer eventjes aan, maar die burn-out, op het moment dat iemand met een burn-out de hele dag binnen zit en dat huis vliegt in brand of die woning vliegt in brand, denk je dan dat die persoon binnen blijft zitten en dan denkt, ah ja, het brandt. Ja, maar ik heb een burn-out, dus ja, ik kan eigenlijk helemaal niet opstaan, want ja, ik heb er eigenlijk helemaal geen energie voor en ik zie dat, nee, ik blijf wel zitten. Nee, dan staat die persoon op en die zorgt dat die zo snel mogelijk buiten staat. En als er nog andere mensen in huis zijn, dat hij die probeert te waarschuwen en te zorgen dat die ook buiten komen of in ieder geval in veiligheid komen. Toch? Of zeg ik nou iets raars? Ik denk dat dat gebeurt. Weet je waarom? Dat heeft op dat moment prioriteit. Dat heeft prioriteit. Dat is belangrijk voor die persoon om zichzelf in veiligheid te brengen. En dat is dus ook wat er eigenlijk fout gaat. Op het moment dat jij zo moe bent, zo tegen het overspannen aanzit, tegen een burn-out aanzit, dat je zo op je tenen loopt, is de kans heel groot dat je structureel dingen doet die jou niet verder helpen. Die niks toevoegen aan je leven, die jou geen fijn gevoel geven, die jou niet die waardering geven. En dan moet je bij jezelf te raden gaan, oké? Accepteer ik dat gevoel met alle nodige gezondheidsrisico's? Want geloof mij, als jij tegen jezelf blijft zeggen dat je een keer een burn-out krijgt en een keertje flauw valt, gaat dat echt wel een keer gebeuren hoor. Als jij dat wenst, gaat het echt wel een keer gebeuren. Maar ja, wil je daarop wachten? Wil je dat überhaupt? Zit je er wel op te wachten? Want in een burn-out thuis zitten, dat wil je volgens mij niet. Dus misschien is het tijd om keuzes te maken. Misschien is het tijd om eens gewoon een doel te gaan zetten. En ik geef je al meteen erbij aan, dat doel ga je echt niet binnen een week halen. Misschien niet eens binnen een jaar. Ik weet niet wat je doel wordt natuurlijk. Maar het belangrijkste is dat je dat doel gaat zetten.
dat je vooruit leert kijken. Dat je je hoofd omhoog gaat houden en dat je gaat denken, hé, wacht eens even, ik ga een mooie leven voor mezelf maken. Ik ga mezelf gelukkiger maken. Ik ga zorgen dat ik een leuke persoon word, dat mijn omgeving me leuker vindt, dat ik leuker kan doen tegen anderen. Dat ik wat meer kan doen voor anderen. Dat is mooi, toch? Dat zijn de dingen die je moet nastreven. En dat dat niet in één keer gaat gebeuren, dat is prima, hè? Het hoeft ook niet in één keer. Je kunt ook niet verwachten dat je van de een op de andere dag een afgetraind lichaam hebt. Stel, je bent 10 kilo te zwaar. Of 20 kilo te zwaar. Wat denk je dan? Dat je 1 week gaat trainen en dat die 20 kilo weg is? Nee, dat is een proces. Maar het gaat als eerste om dat kopje. Dat kopje moet zeggen, oké, ik heb nu de keuze gemaakt, ik ga het anders doen. Ik ga, let op mijn voeding, ik ga iets meer bewegen. Ik ga met mijn huisarts eens kijken of er misschien een genetische afwijking is. Ik noem maar iets, hè. Kan van alles zijn. Dus je onderneemt actie. Dus je gaat kijken hoe je je leven zo kunt aanpassen dat je toch die 20 kilo gaat kwijtraken. En dat wil helemaal niet zeggen dat het meteen na 1 week lukt. En dat is hetzelfde met jouw leven veranderen. Je moet die keuze gaan maken van oké, ik wil een beter leven. Daar begint het al mee. Als jij niet met jezelf overeen kunt worden dat je een beter leven wilt, gaat het ook niet gebeuren. Je moet als eerste tegen jezelf zeggen, oké, het is inderdaad niet allemaal gelopen zoals ik had gepland. Ik heb inderdaad veel meegemaakt. Ik heb inderdaad veel vertrouwen verloren in mensen. Ik heb inderdaad verkeerde keuzes gemaakt. Ik heb inderdaad schulden opgebouwd. Ik heb inderdaad domme keuzes gemaakt in het verleden. Maar ik ben nu ook wel weer op zo'n punt dat ik vind dat ik beter verdien. En dan ga ik er ook voor werken. En ik ga niet meer andere mensen de schuld geven. En ik ga ook niet meer de schuld geven aan andere situaties. Want weet je wat de grap is? En dat wil je misschien helemaal niet horen. Maar in al die situaties die zo zijn gegaan zoals ze zijn gegaan, was jij de constante factor. En dat kan nu misschien heel hard binnenkomen, en dat bedoel ik oprecht niet zo. Maar ik wil alleen even aangeven dat je er zelf altijd bij betrokken bent geweest. En ook al is het niet jouw schuld, het gevoel wat al die momenten jou hebben gegeven is wel jouw verantwoording. Want jij geeft jezelf dat gevoel. Ook al heeft iemand anders jou iets aangedaan, jij krijgt dat gevoel. En jij moet leven met dat gevoel. En dat gevoel, dat verdien je niet en dat gevoel wil je niet. Wat je wel wil, is vooruit. Verder kijken. Voorbij die slechte momenten kijken. Voorbij die nare periodes kijken. Je wil vooruit kijken. Want het leven duurt nog veel te lang om nu al op te geven. Maar dan moet je wel keuzes gaan maken. Dan moet je wel tegen jezelf durven zeggen, oké, ik ga het anders doen. Ik ga een doel zetten en ik ga elke dag dat doel lezen en ik ga er elke dag een beetje aan werken. Want dan heb je weer iets voor ogen. Als jouw grootste focus is de rekeningen die je moet betalen, het te lage salaris wat je elke maand krijgt, de problemen die je allemaal hebt in je leven, dan blijft dat je hoofdfocus. Misschien heb je het wel eens geleerd met autorijden. Dat als ze zeiden van nou, als je een bocht in gaat, kijk je niet naar de vangrail en kijk je ook niet naar de bomen aan de zijkant. Je kijkt waar je naartoe wilt. Dus je kijkt op die weg, je kijkt door die bocht en je kijkt waar je naartoe wilt. En ongemerkt sturen jouw handen die kant op. Als je gaat kijken naar de bomen en naar de vangrail, dan stuur jij ongemerkt naar die vangrail en naar de bomen. Dat is heel simpel. En hetzelfde met jouw leven. Als je blijft focussen op de dingen die jou tegenzitten, die jou slechte gevoelens geven die jou omlaag halen eigenlijk, dan blijf je daarin zitten. En dat wil je niet. Dus het begint met een doel. Net als je vakantie. Hè? Net als het weekend. Heel veel mensen kijken altijd uit naar het weekend. Oh, weekend. Oh, ik kan niet wachten tot het weekend is. Dat houdt hun op de been. De hele week dat ze werken, houdt het weekend hen op de been. Oh, gaan barbecuen, bier drinken, voetbal kijken. Oh, ik kan niet wachten tot het weekend is. Oké, ja, het is maar wat voor doel je hebt, maar dat is eigenlijk natuurlijk heel erg sneu. Dus de hele week, het langste gedeelte van de week, ben je aan het uitkijken naar het kortste gedeelte van de week. Ja, prima, als dat jouw manier van leven is, prima. Maar ja, ik zou er niet voor tekenen. Dus ik zou eens beginnen met een doel zetten. En dat doel, dat wil je eigenlijk op 2 manieren zetten. Je wil een doel zetten voor over 5 jaar. Van nou,
Over 5 jaar zou ik een eigen onderneming willen hebben en ik zou zoveel omzet willen doen en ik zou dit willen hebben bereikt. Hè? Dat is een doel. Of het kan zijn, ik wil deze functie bekleden binnen een bedrijf in deze branche. Hè? Misschien niet eens bij het bedrijf waar je nu werkt, maar bij een ander bedrijf. In de branche, weet ik voor wat, duurzaamheid of in de mode of in de meubels of verzin het. En dan wil ik zo'n functie hebben. Oké, okay. Dat is een duidelijk doel, hè? Maar maak dat ook een beetje een groot en serieus doel van, hè? Dus niet van, oh, ik hoop dat ik over 5 jaar 10% meer loon heb. Dat is niet echt een doel. Dat is heel leuk, maar je weet zelf ook wel dat als je daarvoor door de regen moet en je bed uit moet, dat je denkt, ja, laat maar zitten hoor, voor de 10%. Dus maak een lekker groot doel, dat je denkt, ja, maar daar word ik echt blij van. Ja, of ik wil vrijwilliger zijn ergens, of ik wil mensen helpen, of ik wil de wereld over. En zet even een groot doel. Dat is ons 5-jaren doel. Dan gaan we vervolgens naar een... Het mooiste is natuurlijk dat je hem ook nog eventjes op 3 jaar zet. Maar ik spring nu eventjes meteen naar 1 jaar. Ga dan eens kijken waar je over 1 jaar zou willen zijn. En het makkelijkste daarin werkt eigenlijk achterstevoren. Dus je begint bij het grote doel. En je gaat dan stapjes terug doen naar waar je nu bent. En dan kijk je bijvoorbeeld waar je rond die 12 maanden uitkomt. Stel je wil een eigen bedrijf met, weet ik wat, 10 miljoen omzet. Oké, nou, ga maar uitrekenen. Hoeveel producten moet jij verkopen of hoeveel diensten moet je verkopen om aan 10 miljoen te komen? Oké, hoeveel aantallen zijn het dan? Hoeveel stuks, wat kost het dan? Ga het maar uitrekenen. Als je echt serieus bent, ga het maar uitrekenen. Maar waarschijnlijk zeggen je hersenen al, ja, dat gaat toch niet lukken. Ik ga het ook niet uitrekenen, zonder van mijn tijd. Ik zet lekker Netflix aan en ik vind het wel best. Ja, dat kan. Maar niet blijven zeuren dan, hè? Dan moet je op een gegeven moment ook niet blijven zeuren met dat het allemaal tegen zit. Want je doet dan blijkbaar ook niet de moeite om het een keertje uit te rekenen. En ik weet het, het is ongemakkelijk en het kost tijd. En ja, dan moet je even energie voor vrijmaken. Hetzelfde als de keuken opruimen of even de was doen. Is ook niet altijd leuk. Maar ja, het moet wel gebeuren. En hetzelfde met dit. Als je echt wat wil veranderen, dan moet jij ook veranderen. Als je niet wil veranderen, ja, dan gaat er ook niks veranderen. Iedereen wil altijd verandering, maar niemand wil het veranderen. Ja, dat is ook algemeen bekend. Dus die paar mensen die ze wel weten om te zetten, hè, die even dat knopje omzetten van oké, het is tijd voor verandering, ik ga ook veranderen, die komen verder. En dat geldt nu ook voor jou. Dus zet dat doel op die 5 jaar, lekker groot. Zet hem dan misschien nog eventjes op 3 jaar, die zegt nou, is een tussenstap. En dan op 1 jaar, van nou, volgend jaar, deze tijd, deze dag, deze maand, wil ik daar zijn. Je onderschat namelijk wat er in 1 jaar kan gebeuren. Echt. Je kunt zoveel bereiken in 1 jaar. En daarbij kun je eens nagaan wat je dan kunt bereiken in 5 jaar. En kijk nu voor de gein eens eventjes 5 jaar terug. Waar was jij 5 jaar geleden? Welk gevoel had je toen? Had je dezelfde problemen of was je toen nog probleemloos en ben je er toen pas ingekomen? Waar was je toen? Wat was je aan het doen? Hoe kort is dat voor je gevoel eigenlijk geleden? 5 jaar terug. Heel kort eigenlijk, hè? Maar als je dan eens eventjes gaat nadenken hoe lang 5 jaar eigenlijk duurt. Hè? Misschien voelt het als de dag van gisteren. Maar als je dan eens goed nadenkt, wacht even, maar 5 jaar, dat is echt lang. Dan kun je nagaan hoeveel je daarin doet. En je hoeft dat niet voltijd te doen. Hè? Je kunt ook prima gewoon een paar uurtjes per week spenderen aan dat grotere doel. Maar het belangrijkste is dat je ermee begint. Het belangrijkste is dat je ermee begint. He, als jij ergens heen wilt, zet gewoon die eerste stappen. Als jij zegt, nou, ik zou heel graag naar Spanje willen. Oké, en ik heb daar 5 jaar de tijd voor. Ik geef nu even een heel flauw voorbeeld. Maar he, ik zou graag naar Spanje willen. Ik heb daar 5 jaar de tijd voor. En ik ga daar lopend heen. He, en dan zouden we eventjes voor de gein moeten zeggen natuurlijk. Je kunt elke stap die je dan zet richting Spanje. Kun je daarna natuurlijk weer naar huis. Maar en je gaat gewoon beginnen. Hey, nou, ik zet vandaag 10 stappen richting Spanje. Prima, nou, dat zijn de eerste 10 stappen. Die hoef je niet meer af te leggen. En daarna doe je er nog eens 10 en nog eens 10. Doe dat eens 1 jaar lang. Nou, dan ben je al aardig op weg, hoor. Dan ben je echt al aardig op weg. En nee, natuurlijk zul je nog geen paella ruiken. En zul je de Spaanse borden nog niet zien. Dat snap ik zelf ook wel. Maar met een beetje geluk sta je in België. En sta je niet in België, ben je misschien al in Frankrijk. Zoveel kan er gebeuren, hè. Als je elke keer die stapjes gaat zetten. In de juiste richting. Je moet dan ook niet richting Friesland gaan lopen natuurlijk. Of dat je denkt, nou, ik doe even een keertje hardlopen. Maar ik hardloop wel naar het noorden, naar Friesland toe. Dat is niet slim. Dus zet dat doel en ga gewoon die kant op lopen.
Want weet je wat het mooie daarvan is? Als jij iets voor ogen hebt waarvoor je het gaat doen, dat werkt als een motivatie. En dat voel je misschien nu nog niet zo. Maar als dat doel groot genoeg is, en dat is echt iets wat bij jou past, dan gaat dat werken als een motivatie. Dat je denkt, ja, maar daar wil ik heen. Over 5 jaar moet ik daar staan. En volgend jaar wil ik hier staan. En vier dat dan ook. Vier die overwinning. Zorg ervoor dat als je over 1 jaar ergens staat, dat je dan iets met jezelf afspreekt. Van, nou, als ik dan daar ben, dan ga ik een keer bij dat restaurant uit eten. Want dat wilde ik zo graag. Of dan koop ik die paar schoenen. Of dan verdien ik een nieuwe telefoon. Of dan geef jezelf dan een cadeautje en spaar daar dan ook dat jaar voor. Hè, probeer dan elke maand, weet ik wat, die 50 euro te sparen. Of elke week, weet ik wat, een tientje apart te leggen. Of een tientje op een spaarrekening te zetten. Of voor mijn part geef je dat tientje aan iemand anders. En dat je zegt, jij moet dat voor mij bewaren. Want anders maak ik het op. Doe dat dan. Snap je dat? Zodat je 12 maanden later kunt zeggen, hey, wacht eens even, ik heb 52 keer een tientje. Ik heb 520 euro bij elkaar gespaard. Dat ga ik nu uitgeven aan iets voor mezelf. Waarom? Omdat ik 1 jaar lang heb gewerkt aan mijn doel. Kijk naar alle grote mensen. Kijk naar alle succesvolle mensen. De echte grote. Hè? Dus niet diegene met 10.000 volgers op social. Maar echt de grote die ook in het nieuws komen. Die ontzettend grote dingen hebben gedaan. Ga eens kijken wat die mensen in hun verleden hebben gedaan. Waar ze zijn begonnen. Welke tegenslagen ze hebben gehad. Hoe vaak ze wel niet onderuit zijn gehaald. Of hoe vaak ze wel niet vertrouwd zijn door andere mensen. Ga daar eens naar kijken. Doe dat gewoon eens voor de gein. Gewoon, spendeer daar nu eens even 1 uurtje aan. Dat je denkt, nou, ik ga eens eventjes 3, 4 grote mensen opzoeken en even hun verhaal lezen. Dan zul je zien dat ze stuk voor stuk ellende hebben gehad. Stuk voor stuk tegenslag. Stuk voor stuk met pijn en moeite weer overeind zijn gekomen en weer door zijn gegaan. Dat succes is niet in 1 nacht gekomen. Dat succes is niet zomaar komen aanwaaien. Want die paar mensen waarbij dat wel eens komen aanwaaien, omdat het misschien familiegeld was of omdat ze het bedrijf kregen van hun ouders of wat dan ook. Die mensen hoor je vaak niet. Die zie je niet. Er is niemand die geld in zijn schoot geworpen heeft gekregen en die alles heeft die vervolgens denkt, nou weet je wat, ga ik ook nog heel veel vertellen aan andere mensen en heel goed. Nee, die mensen blijven meestal op de achtergrond. En sterker nog, heel vaak verpesten die mensen het ook nog, waardoor ze al het geld ook nog kwijtraken. Dus die mensen volg je sowieso niet. Je zoekt de mensen op waarvan je denkt, hey, dat ziet er succesvol uit. Hoe ben je daar gekomen? Lees dat verhaal van verschillende mensen. Hè? Of dat nou een Jeff Bezos is of een Steve Jobs is of een Oprah Winfrey. Of een maakt niet uit, hè? Nederlands, Engels, maakt niet uit. Amerikaans, Frans, Italiaans. Zoek goede acteurs op. Als je denkt, nou, ik wil een paar acteurs. Oh, een paar goede acteurs. Nou, kijk eens naar hun verhaal. Wat denk je dat een, dat iemand acteur wordt, dat hij 's ochtends naar de toneelschool gaat. Een paar jaar later, nou, kom er vanaf. Ik loop Hollywood binnen en ik ben een succes. Nee. Dus laat dat een schrale troost zijn voor je. Maar ook een motivatie van, luister, als je echt iets wil bereiken. Als je echt ergens wil komen, moet je er gewoon voor aan de bak. 1 stap per stap. Toch? Je kunt maar 1 stap per keer zetten. Je moet niet gaan hardlopen, je moet niet gaan rennen, want misschien ren je wel de verkeerde kant op. Doe gewoon stap voor stap, 1 stap per keer. En dan kom je er echt wel. 5 jaren doel, 3 jaren doel en kijk waar je volgend jaar wil staan op deze dag, om deze tijd. Denk ook even 1 jaartje terug, hè? Waar was je vorig jaar op deze dag en om deze tijd? Hoeveel is er in de tussentijd veranderd? Ik ben er bang voor dat er niet heel veel is veranderd. Dus dat betekent dat het tijd is voor verandering. Dat betekent dat je er wat aan moet gaan doen. En de enige manier waarop je hier wat aan kunt gaan doen is door keuzes te maken. Door jezelf niet langer zielig te vinden. Door jezelf niet in zelfmedelijden op de bank te storten. Maar gewoon te gaan denken van wacht eens even. Ik verdien inderdaad beter. Ik heb recht op een mooie leven. Ik ga er gewoon elke dag aan werken. En als het een keertje tegen zit, ja, dan moet ik gewoon het grotere doel voor ogen houden. En dan ga ik weer. En natuurlijk zal je een keer een dagje skippen. Dat is ook niet erg. Het moet ook geen strafkamp worden. Hè? Het moet ook niet een lijdensweg worden. Maar je moet gewoon bij jezelf iets hebben van weet je wat. Ik heb nu inderdaad een rotperiode. Nu zit het allemaal niet mee. Het ergste wat er kan gebeuren. Nou, reken even uit het ergste wat er kan gebeuren. En voor de rest werk aan het grotere doel. Werk aan het grotere doel. Anders kom je er nooit uit, hè.
Je kunt beter nu nog één keer door een heel diep dal moeten. Dat je denkt, ja, het ergste wat er kan gebeuren is dat ik mijn huis uit word gezet. Oké, nou, als dat het allerergste is. Eventjes, misschien heel flauw, hè, maar als dat het allerergste is. Ja, als het daarna beter wordt, is het toch niet zo erg. En denk dan vooral niet aan de buitenwereld. Hè, van, oh, maar dan schaam ik me en wat denken mensen wel niet. En, nou, laat mensen dat maar denken. Dat maakt niet uit. Want dan zeggen ze, oh ja, nou, ja, dan moest toen de huis uit en de bank had het toen. En ja, oh, erg. En toen ging ze weer bij de ouders wonen of ging ze bij vrienden wonen. En ja, hey, als jij vervolgens 3 jaar later een of ander succesvol bedrijf neerzet. En dat ze zeggen, oh ja, het is alleen maar, die loopt alleen maar in nieuwe outfits. En die heeft alleen maar mooie nieuwe auto's. En die heeft alleen maar vakanties. En die heeft een heel groot bedrijf. En die zie je overal rijden. En die zie je, ja, nou ja, 3 jaar terug zat ze nog. Of zat hij nog, of... Dus maak je niet druk, hè. Alle grote mensen hebben tegenslag gehad. Dat is helemaal niet erg. Het is maar het leven, hè. Ik zeg altijd, je komt nooit levend uit het leven. Dus maak je ook niet zo druk erom, hè. Het is allemaal wel te overzien. Je moet het gewoon niet te serieus nemen. Je moet de dingen waar je nu in zit, waarvan je denkt, ja, dat kost me zo ontzettend veel energie en zoveel stress brengt me dat. Hé, het is tijd voor keuzes. Ook al moet je dit nog een jaar doen, hè, maar zorg dat je dan een langer termijn doel hebt. Dat je ook in ieder geval weet, ja, maar wacht eens even, ik ga daar naartoe werken. Deze baan doe ik gewoon nog, omdat het moet, omdat ik geld op de rekeningen nodig heb. Maar daarna, hè, mijn lange termijn visie is wel tijd voor wat anders. En hou dat dan ook nog een beetje voor jezelf. Want iedereen om je heen, kan ik je nu al op een briefje meegeven, iedereen om je heen gaat er wat van vinden. Iedereen. Dus de een zegt, oh, dat is toch niks voor jou. En de ander zegt, oh, dat is goed, dat moet je doen. En weer een ander zegt, nee, joh, je hebt het nu toch ook goed. Hè, waarom zou je dat nou doen? Hè, of het nou om werk gaat, of om een scheiding gaat, of dat het nou gaat om, weet ik wat, familie waarmee je wilt breken. Maakt niet uit, hè. Jij moet die keuzes maken. Ik niet. Ik hoef dat niet voor jou te doen. Dat moet jij doen. Jij hebt dat rotgevoel, toch? Als jij dat rotgevoel hebt, dan moet je ook ervoor kiezen om van dat rotgevoel af te komen. En dat kan je doen door voor jezelf te kiezen. Door jezelf voorop te stellen. En dat hoeft echt niet de hele wereld te weten. Je kunt beter, en daarmee sluit ik ook deze aflevering af. Je kunt beter zeggen, ik heb dit gedaan, dan ik ga dat doen. Zien het verschil? Dus je kunt tegen iedereen zeggen, ja, ik ga afvallen en ik ga een andere baan zoeken en ik ga dit doen en ik ga... Ja. Maar mensen zwemmen in de ik ga dit doen. En de meeste mensen doen het niet. Dus je kunt beter zeggen achteraf, oh ja, ik heb toen dat gedaan. Ik heb toen die keuze gemaakt en toen ben ik dat gaan doen. En daardoor heb ik nu dit. Oh, en wat ga je hierna doen? Nou, daar ben ik nog mee bezig. Als ik het weet, kom ik er bij je op terug. Blijf maar een beetje mysterieus. Houd het maar een beetje voor jezelf. Want mensen zijn heel goed in jouw dingen niet gunnen. Ik heb dat van dichtbij meegemaakt. Heel veel mensen zelfs heel dichtbij... Die dan tegen mij zei, ja, dat kan je toch helemaal niet. Dat ik dacht, volgens mij hoor jij om mij te geven en mij op te beuren en mij te steunen. En dat gebeurde gewoon niet. Dat ik dacht, wauw, wat is de mens soms verrot. En ja, dat is misschien ook een stukje onzekerheid. Maar zoals ik aangaf, daarmee wilde ik afsluiten. Dus laat mensen zien wat je hebt gedaan. Ga ze niet voorbereiden. Ga niet zeggen, oh, ben ik nou met iets moois bezig. Of oh, ik heb mijn visitekaartjes besteld of ben bezig. Doe het zoveel mogelijk stil. Doe het on the low. Zoek echt betrouwbare mensen waarvan je zegt, ik wil toch samenwerken. Zoek die dan. Maar bewijs. Lever bewijs van ik heb dit gedaan in plaats van ik ga dit doen. En dan moet je zien hoe mensen in één keer tegen je praten. Als ze denken, wow, heb je dat allemaal gedaan? Ja. Oh. Ja, heel goed. Dat heb je heel goed gedaan. Terwijl ze misschien ervoor hadden gezegd, maar is dat niks voor jou? Hey, dank je wel weer. Voor het luisteren naar deze aflevering. Mocht je vragen hebben, mocht je opmerkingen hebben, laat het me weten. En ik hoop je graag weer in de volgende aflevering te zien. Heel veel succes!